Business Coach Marie Keer met je wekelijkse portie marketing, mindset en motivatie om jouw bedrijf te laten groeien. Dit is de laatste in een serie van 3 over jouw lijst. 2 weken geleden heb ik je verteld wat je lijst is en hoe je ermee kunt starten. En vorige week heb ik je verteld dat een weergaloze weggever een heel goed middel is om jouw lijst te laten groeien. Deze week wil ik je nog een aantal extra suggesties geven hoe je je lijst snel kunt laten groeien. Een eerste tip daarvoor is dat je een grote actie bedenkt waarmee je in één keer een heleboel mensen op je lijst krijgt. En ik denk zelf hierbij aan een teleseminar of een webinar. Je organiseert een uur waarin jij jouw kennis gaat doorgeven. Je gaat mensen iets leren. Dit ga je natuurlijk enorm promoten en mensen moeten zich daarvoor aanmelden op jouw website. Ze komen daarmee op een aparte lijst, speciaal voor dit uur. Maar ze komen dan ook automatisch op jouw lijst voor jouw nieuwsbrief. En dit is een hele slimme manier om snel mensen te bereiken. Want mensen vinden het heel leuk om een uur lang iets te leren over een bepaald onderwerp waar je goed in bent. Dus dat is een eerste tip. Een tweede tip is dat jij iemand gaat interviewen, een expert binnen jouw vakgebied, maar die dus ook van toegevoegde waarde is voor jouw doelgroep. Jij gaat iemand interviewen. En wat er dan gebeurt is dat jullie allebei natuurlijk dit interview gaan promoten via jullie beide websites. Mensen melden zich dan op 1 plek aan, bijvoorbeeld jouw website, en daarna deel je met die ander ook dit bestand. Dus die ander krijgt dan ook de namen en de e-mailadressen van deze mensen. Zo hebben jullie allebei profijt, allebei jullie lijsten zijn weer een stukje gegroeid. En het is natuurlijk interessant omdat die ander in zijn netwerk of haar netwerk ook dit gaat promoten. Dus jij krijgt meer mensen weer ook op jouw lijst. Je kunt het ook omdraaien, namelijk dat jij zelf wordt geïnterviewd door iemand anders. Dat kan, dat je je laat interviewen. Een derde manier is dat je jouw weergaloze weggever consequent gaat inzetten op netwerkbijeenkomsten als je een presentatie geeft. Je kunt hem op sociale media kun je hem gaan promoten dat mensen het kunnen krijgen. Dit werkt heel goed als je dat constant maar herhaalt. Mensen vinden het altijd leuk om jouw cadeau te ontvangen, omdat het namelijk waardevolle informatie is. Dus flink promoten op alle plekken waar je maar kunt bedenken. Je cadeau is altijd hetgeen waar je mee naar buiten treedt. En de laatste en misschien wel de belangrijkste manier om je lijst snel te laten groeien is door consequent informatie, kennis, waardevolle informatie te geven aan jouw lezers. Dit doe je dus in de vorm van een nieuwsbrief. En dat kan elke week, elke 2 weken, elke maand. De frequentie is ook belangrijk. Maandelijks is eigenlijk te weinig. Ik zou echt adviseren wekelijks of 2-wekelijks. Maar nog belangrijker is dat je er consequent mee bezig bent. Dus als je zegt het is wekelijks, doe het dan ook wekelijks. Zeg je maandelijks, dan doe je het maandelijks. Dit is voor mensen heel fijn om te ontvangen, want ze willen dat ook. En zolang jij maar gewoon waardevolle informatie blijft geven, zullen mensen er echt op zitten te wachten. Dus je eigen stemmetje wat je nu hoort draaien van ja, maar dan ben ik aan het spammen en mensen willen dat niet. Ze hebben al zoveel mail. Niet naar luisteren. Mensen hebben zich aangemeld voor jouw lijst. Ze kunnen zich ook altijd weer afmelden. Dat ben je wettelijk verplicht om ze die mogelijkheid te geven. Maar omdat jij zulke waardevolle informatie geeft, vinden mensen het echt fijn om dit te ontvangen. En zullen ze het lezen. Dus focus op die mensen. Ga aan de gang met je weergaloze weggever. Kijk of je een webinar of een teleseminar kunt gaan organiseren. En zorg ervoor dat je constant met jouw weggever aan de gang blijft. Dit waren mijn extra tips over jouw lijst. Natuurlijk hoop ik ook deze week dat dit voor jou waardevol is. Ik lees heel graag je reactie onderin. Ook als je nog een vraag hebt of een andere opmerking. Voel je welkom om deze te delen. Dan ga ik er zeker op reageren. Ik zie jou volgende week voor weer een nieuw onderwerp. Dag!